ik denk dat de teams ook in de begeleiding nog groter gaan worden in de toekomst. Ja? Omdat er zoveel hulpmiddelen gaan komen, die moet een ieder weer aansturen. En daar is niet iedereen geschikt voor om bepaalde instrumenten te bedienen. En dat is alleen maar gunstig dat is. Ja? Maar je moet het ook leuk blijven vinden. Maar dat bedoel ik. Je bent trainer geworden om op het veld te staan en met die jongens bezig te zijn. Nu zit je als hoofdtrainer, zit je de halve dag achter computers, ben je naar analisten aan het luisteren. Ja. En dan moet je daar, van aanleiding van al die info, moet jij als hoofdtrainer een elftal samenstellen. Ja, en die heeft dat pijntje en dat, let daarop. Ja. Dus, het kan me voorstellen, natuurlijk zijn we allemaal professionals en wil iedereen hoofdtrainer worden van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. Maar soms denk ik dan dat het de lol iets minder wordt. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En toch moet je proberen natuurlijk. Want de lol, plezier bij je voetballer worden en trainer worden. Dat zei ik net ook. Daarom is het zo belangrijk dat je plezier behoudt. Want als je geen plezier hebt in je werk, dan lever je ook geen 100%. Nee, dat incidenteel. Ja. Maar je moet met een vaste, vanuitgaande dat de meeste teams met een vaste kern spelen, dat moet wel een goede dynamiek zijn. Ja. Dat ze ook samen winnen, samen verliezen. En niet ik win en hij verliest. Nee, druk weer in een selectie. Ja, als je met 25, 30 man, wat jij al zei, je hebt bij wijze van spreken vroeger 17 gelijkwaardigen. En dan moest je het met die 17, 18 man moest je het doen. Ja? Ja. Dus dat was niet die concurrentie. Maar nu kun je wel zeggen, en dat gebeurt ook vaak, dat er spelers met lichtere blessures, die worden aan de kant gehouden. Nou ja, als je vanuit het spelersperspectief kijkt, dan in zo'n selectie, al zijn het 30 man, de basiself die staat vaak vast. En zeker als de resultaten goed zijn, dan blijft de trainer daaraan vasthouden. Een vaste formatie, dat is van alle tijden zo, dat geeft vertrouwen en automatisme. En dan doen die ook een stapje extra voor elkaar. Maar dat betekent dat er 20 spelers niet spelen en die dus twijfelen, ga ik spelen, die hebben invloed op een sfeer in een kleedlokaal, in een eetruimte, overal eigenlijk. En dus om dat allemaal te managen, ben je denk ik, is een hoofdcoach, maar ook zijn staf, moeten ze heel veel energie insteken. Denk ik dat je bij goede aanvoerders, die willen natuurlijk hoofdzakelijk de basis, of waar ze iedere zondag mee op het veld staan, maar die zullen ook aandacht moeten geven aan de jongens die ze nodig hebben. En je hebt over een heel seizoen heb je toch iedereen nodig. En dat is heden en dagen ook gevraagd, een duizendpoot. Ja, je kunt niet alleen maar met die eerste elf moeten functioneren. Ja, natuurlijk zijn dat de allerbelangrijkste. Maar die andere 15, die zijn ook belangrijk. Want die moeten het op bepaalde momenten ook voor je doen. Dus daarom deed ik altijd bij wijze van spreken, voor het seizoen altijd een gesprek met ieder individueel. Ja? Duidelijk maken hoe de situatie ervoor stond en noem maar op. En dan, als we bij wijze van spreken een wedstrijd hadden gehad, en je hebt heden ten dagen heb je 3 wedstrijden in de week, dan was de eerste training na de wedstrijd, was de assistent van mij, die was met de selectie die wat gespeeld had aan trainen. Ja? Die gingen uitlopen, we hadden bespreking gehad, noem maar op allemaal. En de spelers die wat niet gespeeld hadden, of maar gedeeltelijk gespeeld hadden, die werden dan getraind door mij, door de hoofdtrainer. Om ze extra aandacht te geven. Om ze te winnen voor je. Weet je? Want die moesten het op bepaalde momenten toch ook weer doen. Ja? En daarom zeg ik altijd, het is heel belangrijk dat je een samenwerking hebt met elkaar. Want als je die niet hebt, dan vergeet het. Ja, en dat is natuurlijk voor een trainer, die krijgt niet allemaal
Kijk maar naar ESPN in de voorbeschouwing. Ja. Dan krijgt een trainer allemaal vragen over randzaken, zeg maar. En dan het gaat over een wedstrijd, een belangrijke wedstrijd die 10 minuten later gaat beginnen. En dan moet een trainer vragen beantwoorden, vaak over privé dingen, sores en dingen die uitgelekt zijn. Dus dat leidt af. Het is natuurlijk spanning en sensatie. Ja. Dus iedereen praat erover. En dat is ook het doel van social media. Dus allemaal begrijpelijk. Maar ja, ook dat zijn zaken waar een trainer, een coach vroeger niks mee te maken had. Nee. Dan, hè, en ja, dan is het nu ook veel moeilijker. Je bent gewoon een schietschijf nu als hoofdtrainer. Hè. En iedereen mag er iets van vinden. En iedereen vindt er ook iets van natuurlijk. Hè. En dus ja, dus het, ik denk dat als Huub nu hoofdtrainer zou zijn, dat hij ontplofte vroeger wel eens, maar dat hij nu veel vaker zou ontploffen. En dat hij ook Huub Kennedy ook minder lol zou hebben, minder plezier bij mij zou hebben. Spreken. En dat is dus ook een reden dat je op een gegeven moment zegt van nu niet meer. Je zult als trainer, zul je met de hulpmiddelen moeten werken, maar je moet ook nog altijd mens blijven. Want dat is wel belangrijk. Ja, dat je het gevoel houdt naar die spelers toe. Ja, en die spelers ook die emotie en het gevoel geeft. Ja, waar die iets mee kan doen. Ja, als je dat gaat verliezen, dan gaat hij ook niet meer presteren voor je. Maar dat is ook een groot verschil met vroeger niet. Doordat alles vroeger weet was, maar gewoon de verschillen. En waarom het voor een hoofdtrainer nu moeilijker is. Ja. Want en dat weet jij, dat weet ik. Het is heel belangrijk dat een hoofdtrainer de kans krijgt om met zijn spelers één voor één een goede band te krijgen. Natuurlijk. Dat is zo belangrijk. Ja, maar door al die bijzaken is dat niet meer zo makkelijk. Nee, want je hebt 8 assistenten en al die 8 assistenten willen ook een goede band met die speler ophouden. Ja. En dan hebben sommige spelers hebben een betere band met de assistent dan met de hoofdtrainer. Maar dat is de verkeerde volgorde. Nee, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Nee, als er goed over gecommuniceerd wordt en dat daar een goede dynamiek is in het team, om het team heen. Ja? Want dat zeg ik altijd, als je bij wijze van spreken geen team om een team heen hebt, dan kun je het vergeten. Je zult het samen moeten doen. Ja? En dat moeten die spelers ook zien. Ja? Dat team om dat team goed functioneert. En als dat is, dan krijg je ook een automatische dynamiek naar die groep toe. Ja? En daarom zeg ik, dat menselijke, dat moet je altijd erbij nemen. Dat kan niet anders. Ja? En als je dat voor elkaar krijgt, dan kun je ook bij wijze van spreken eruit springen. Dan kun je ook bij wijze van spreken prestaties over langere termijn leveren. Maar, en dan zeg ik, je moet het samen doen. Ik heb het meegemaakt met spelers die wat ik haalde naar Schalke toe, bij wijze van spreken, vanuit Nederland. Die hadden een bepaald aantal maanden nodig om zich te gewennen aan dat Duitse voetbal. Ja, dat was toch net even iets anders. Bij wijze van spreken, een Eikenkamp, met alle respect, René, die kon niet lopen, bij wijze van spreken. Buiten het veld was hij wel snel. Daar was hij heel snel. Sorry. Bij wijze van. Nee, maar zij waren, bij wijze van spreken, bij Schalke waren ze met een Jury Mulder gewend. Ja? En Jury, die ging van links naar rechts en die liep en die deed. Die voemelde ook daarbij, maar René was een heel ander type. Dus ze stuurde René op een gegeven moment, bij die eerste training, stuurde ze hem ook in de diepte. Ja, René zei, wat doe ik hier? Ik ga niet achter die ballen aanlopen. Maar dat deed Jury dus bij wijze van spreken wel, want dat was een ander type. Dus René heeft echt een paar weken nodig gehad om daar aan te wennen. En die andere spelers ook. Die andere spelers moesten wennen aan de manier van bewegen van René. Ja, en dat heeft dan even tijd nodig. Maar ik geloof dat een trainer dat wel moet in kunnen schatten. Je moet bepaalde zaken moet je gebruiken, maar bepaalde zaken die laat je ook een klein beetje weg. Want niet alles is goed voor een speler om te weten. Ik hoefde, en ik denk Stan ook niet zozeer, wij hoefden niet zoveel te weten hoe wij, bij wijze van spreken, ons voelden of wat dan ook. Dat wisten we heus wel. En wij zaten vaker in het rood dan de technisch begaafdere spelers, bij wijze van spreken. Maar wij waren wel belangrijk voor het team. Ja, en dat wisten we ook. Ja. Ik zeg altijd, ik vind dat heel moeilijk. Ja, want je hebt
met zoveel diversiteit aan spelers te maken. Ja? En daar moet je een team van maken. En als coach ben je daarmee bezig. Ja? En dan is het af en toe ook wel eens goed dat je even iets niet weet. Ik denk ook dat het voor coaches van nu ook niet makkelijker gemaakt wordt, doordat ze zoveel informatie krijgen. En dan moet een coach moet dan gaan filteren wat is belangrijk voor het team, voor de speler. Dus in dat opzicht is de rol van de hoofdtrainer gigantisch veranderd met 20 jaar geleden. Nee, maar Stan, stel je maar voor, wij hadden vroeger zo'n trainer gehad. Ja? Daar hadden wij toch ook niet mee kunnen dealen. Ja? Daar hadden wij toch ook problemen mee gehad, bij wijze van spreken. Nou ja, nu weten ze niet beter. Ze groeien daarmee op. Maar ik bedoel, het is niet anders voor de coach, maar het is ook anders voor de spelers. Omdat je zoveel input krijgt, die wat je bij wijze van spreken toch moet verwerken als speler zijnde. Nou ja, ik denk, en omdat Guido dat net ook aangaf, toen met Smit, zeg maar, dat in de periode bij PSV, dat spelers onzeker werden, omdat ze zo snel en zoveel wisselen. Ik denk, averechts effect. Dat kan. Want als trainer, als hoofdtrainer probeer je het vertrouwen van de spelers te winnen. En je geeft ze vertrouwen, maar Smit deed het tegenovergestelde. Hij het vertrouwen bij de spelers raakte snel op, weg. Omdat ze inderdaad, ze dachten van haal ik een uur. Hele wedstrijden, sommige spelers die hebben nooit 90 minuten gespeeld. Nee, maar kijk, een speler is nog steeds een mens. Hè? En een mens heeft emoties. Ja? En daar heb je toch mee om te gaan. Ja? En je krijgt wel heel veel informatie. Maar hij is nog steeds mens. Je zult toch die gevoelens en die emoties zul je toch bij hem neer moeten kunnen blijven leggen. Ja? Want dat is ook een contact wat je hebt met je spelers als coach zijnde. Die kun je niet zomaar aan de kant schuiven als je bepaalde gevoelens neerlegt. Wat je krijgt over informatie. Ja, van buitenaf. Door de instrumenten wat je gebruikt. Dat is totaal anders dan dat het voorheen geweest is.